Hallo! Ik zit hier op uh, de jambee. <laughs> ja. Met kleedje eroverheen. Jo, ik moet het netjes naar achteren zetten, want ik heb het nu allemaal ingesteld zodat alles goed staat voor zowel die camera als deze camera. En dat is me best een ingewikkeld proces geweest, maar meer als de moeite waard, zoals je ziet, want het ziet er super gaaf uit qua licht. En dat is uh, wat ik uh, in deze video met je wil delen. Ik wil je wat meer inzicht geven in het gebruik van licht tijdens een interview setting. Of als jij jezelf als ondernemer uh, of gewoon dat je het leuk vindt om video's van jezelf op te nemen, omdat je iets gaafs wilt delen met deze wereld. Ik ben Floris Verduisterd en ik maak dus video's voor ondernemers. Uh, regelmatig ga ik dan naar ondernemers toe. Ik uh, zoek, bezoek ze, of dat nu uh, op uh, Ibiza is, waar ik onlangs geweest ben, of hier in Nederland bij iemand in de praktijk, uh, in zijn studio, in zijn ruimte waar hij werkt, om dan daar een uh, video op te nemen. Um, dan neem ik ook altijd een interview met die persoon af, omdat ik het verhaal van de ondernemer. Heel erg belangrijk vind voor de video's die ik maak. Omdat ik video's wil maken die echt raken, die echt van dichtbij komen. Die een kijkje geven in wie die ondernemer eigenlijk is en waar die voor staat. Dat is wat ik met mijn video's uh, wil bereiken. Dat ik dat dus echt laat zien. En de video's die ik dan maak, waar ik zo naar iemand toe ga, dan heb ik altijd een interview in die ruimte. Dus dan ben ik niet in de gelegenheid om een hele set op te bouwen, zoals ik hier heb gedaan. Dat doe ik voor uitgebreidere video's. Zoals ik nu een video aan het maken ben voor Patty Post. En wij zijn samen naar uh, Como gegaan om ja, haar verhaal te gaan filmen. Wij zijn gegaan naar het moment dat er een. Uh, kanteling, een keerpunt in haar leven he, heeft plaatsgevonden en dat zijn we gaan herbeleven op video. Dus ik heb haar gevolgd met de camera, we zijn in het vliegtuig gestapt, naar uh, Bergamo in Italië gevlogen en vervolgens met de auto naar het Komelmeer gegaan, naar de plek waar zij dus die verandering heeft doorgemaakt, wat echt een keerpunt in haar leven is geweest en dat markeert Waarom zij nu doet waarom zij dat doet. En dat gaat een fantastische video worden. Die ik hierboven ook zal linken uh, als die uh, af is. En voor die video heb ik haar dus ook uh, op Komo, heb ik haar op verschillende momenten uh, geïnterviewd om uh, ja, echt de beleving, haar verhaal te horen van hoe ze dat daar toen beleefd heeft. Ze dus heeft me daar van alles verteld. En nu ga ik haar nog interviewen. In deze setting, en daarvoor heb ik deze opstelling gemaakt uh, met deze lampen, omdat zo'n setting dat geeft een, een intensere focus op het onderwerp, het verhaal wat verteld wordt. En zoals je nu naar mij zit te kijken, uh, zie je alleen maar mij, het pratende hoofd hier. Aanwezig. Dus je wordt niet afgeleid door uh, de omgeving. Ook de omgevingsgeluiden zijn er niet meer. Je hoort alleen mijn stem heel zuiver. En er is verder geen ruis op de achtergrond. En dat maakt het dat zo'n interview-setting als deze wat intenser is. En een ja, diepere laag meegeeft aan zo'n verhaal. En dat doe ik dus ook alleen maar bij video's die wat ja die, die wat langer zijn en om zo ook de afwisseling in het verhaal vast te houden. Ik vind dat een hele krachtige manier om echt te laten zien aan je publiek waarvoor je staat. Nou, dus als je zo'n setting wilt maken, dan heb je lampen nodig. En de lampen waar ik nu uh, gebruik uh, van maak, dat zijn de Falcon Eyes uh, lampen. Dat zijn LED lampen. Uh, die heb ik twee hier staan. Eentje voor mij, en dat is de key light. Eentje schijnt hier achter mij op de achtergrond. De backlight, ja, het is niet helemaal de backlight, want de lamp is niet op mij gericht, maar echt alleen maar op uh, de achtergrond. En ik heb hierboven een uh, lamp, en dat is wel echt uh, de backlight. En die uh, ja, streelt mijn schouder hier als het ware, zodat ik een soort aftekening krijg ten aanzien van de achtergrond. En als veel light heb ik niet een, een, een licht, maar heb ik hier het uh, reflectorscherm staan. En daar uh, mijn key light reflecteert op het reflectorscherm. En dat geeft net een beetje vulling aan deze kant van mijn gezicht, zodat ik fijn uitgelicht ben. Deze drie lampen die heb je dus uh, nodig om jezelf goed te kunnen uitlichten, zodat het er wat uh, ja, meer filmisch uitziet eigenlijk. Um, ik zal deze drie lampen met je doorlopen, zodat je kunt zien wat die lampen uh, doen. Ik zal ze één voor één uitzetten. En dan kun je zien uh, hoe zo'n lamp bijdraagt aan ja, eigenlijk het portret wat je schildert. Want alles wat je ziet, is licht. En elke lamp. Ja, die, die maakt dus een bepaalde contour, die licht iets uit in het gezicht of brengt juist schaduw. En daardoor ontstaat er ja, het portret wat uh, geïnterviewd gaat worden, in dit geval dus ikzelf. Uh, ik ga daar even uh, zeer professioneel uh, aan je laten zien. Ik heb hier gewoon een simpele uh, stekkerdoos en ik ga de stekkers eruit trekken zodat je ziet wat zo'n lamp nou precies doet. De key light die staat hiervoor, die zal ik als eerste uithalen en dan zul je zien dat alleen nog maar de achtergrond uh, zichtbaar blijft. En nu zie je dus heel goed dat het backlight wat mijn uh, kruin verlicht en mijn schouders verlicht. En dat zorgt echt voor die aftekening van de achtergrond. Dus daardoor kom ik echt naar voren. Als ik dan ook nog de. Uh, Backlight uitdoen, welke ik eventjes hier zo kijk. En nu zie je dus uh, alleen de achtergrond. De achtergrond, het is gewoon een doek die er hangt. Die wordt uitgelicht en er staat behoorlijk wat licht op, want het is een donkere doek. Het Heeft veel licht nodig om dus uitgelicht uh, te worden. Als ik ook de achtergrondlicht uitdoe, dan zul je zien dat het helemaal donker is. En dan zal ik nu beginnen met als eerste de Key light aan te doen en daar ben ik weer. Dan zie je dus alleen maar de voorkant en dan heb ik dus heel veel uh, contrast in mijn uh, gezicht zitten, dus heel veel uh, schaduwwerking. staat hier nu nog wel de, de reflector en die reflector die heeft ook echt heel veel impact. Um, als je geen reflector hebt, dan, je kan daar ook een stuk uh, wit karton voor pakken, iets wat gewoon het licht optimaal reflecteert. Maar ik geloof dat het, het reflector dat dat 15 euro kost of zo. En dan heb je dus zo'n mooie ronde schijf die aan twee kanten uh, ja, bekleed is. De ene is goud, de andere is zilver. Maar nu zie je dus heel goed wat die reflector doet. Als ik hem weghaal, dan zie je dus dat aan deze kant mijn gezicht wat minder uh, belicht is. Kijk, zet ik hem weer terug zoals hij hoort te staan. Dan geeft dat net wat meer uh, vulling aan deze kant van mijn gezicht en haalt de scherpe randjes er wat uh, van af. Dus dit is aan die kant de keylight en aan deze kant, dus de fill light, wat in dit geval een reflector is. Nou, zal ik hier de backlight aandoen en dan zie je dus dat ik heel mooi afgetekend in één keer verschijn. Mijn schouder is in één keer zichtbaar, want als ik deze nog een keer uitdoen. Ja, aan deze kant is dus helemaal geen licht. Want dat is, valt in de schaduw van mijn, van mijn hoofd valt hier op. Dus hier zit eigenlijk geen licht. Maar je wil wel dat dat dus wat contrast geeft. En op het moment dat ik dus het lampje wat hierboven staat... Dat is ook een eenvoudig ledpaneeltje. Dat geeft dan net wat meer licht. En als we als laatste dus ook de achtergrond nog terug doen... Dan uh, zien we dus dat ik weer helemaal in beeld ben... Helemaal goed uitgelicht. Ik vind het fijn. Ik vind het mooi. Zoals ik al zei. Het is niet altijd uh, uh, te verwezenlijken. Er gaat ook veel tijd in zitten. In het opbouwen van een goede set. Uh, en een goede uitlichting. Uh, maar ik uh, geloof wel dat het de moeite waard is. Als je echt een verhaal wilt vertellen. Waarmee je de aandacht van de kijker vast wil houden. Echt diep wilt gaan tot de kern van het verhaal. En dat... Over wil brengen in een interview, dan vind ik zo'n setting waarin iemand op deze manier is uitgelicht. Uh, ja, krachtig. Dat, dat geeft wat meer intensiteit aan het verhaal. Als je dus voor jezelf uh, video's opneemt, dan uh, zul je natuurlijk niet zo'n hele set opbouwen. Maar ik kan je wel aanbevelen om gebruik te maken van de, uh, het fill light. Dat heb je waarschijnlijk al staan. Een licht wat gewoon uh, op je schijnt. Maar uh, de backlight, dus die hier van boven zo naar beneden op je schijnt, is een hele mooie aanvulling. En dat geeft net wat meer exclusiviteit aan je beeld. Dus uh, die zou ik zeker aanraden om die toe te voegen aan je video's. Dat is een hele kleine moeite en zo gebeurt. En dat hoeft ook niet een uh, ledpaneel te zijn, maar dat kan ook een schemerlamp zijn die je daar achter boven zet. Die net wat licht geeft, die van achteren op jou schijnt, zodat je dus die aftekening krijgt van de achtergrond waar jij staat. Dat geeft wat meer exclusiviteit aan jouw video en daarmee krijg je dus meer impact. Maak je meer verbinding. Het komt professioneler over. Alle lichten die ik heb gebruikt hier, die zal ik linken onder in deze video. Heb je vragen over deze video? Dan kun je ze natuurlijk stellen in een reactie. Uh, vond je deze video uh, leuk, informatief, laat het me weten met een uh, likeje en wil je je abonneren op mijn kanaal, dan kun je klikken op de button en vergeet dan ook niet om even op dat belletje te klikken, want dan krijg je zodra ik een nieuwe video upload ook een melding en dan kun je deze als eerste kijken. Ik ben Floris V en ik vond het hartstikke leuk dat je naar deze video hebt gekeken. En ik hoop je te zien bij de volgende video.